Ik ben benieuwd of ik nu suiker dan zo goed op. Dus ja. Ik zou gewoon filmen? Ja, heel goed zelfs. Oké, okay. Dan is het eigenlijk best te doen zonder dat je zo'n hoe heet het je hebt. Een schermpje. Dag volgers. Dag, hallo. Leuk dat jullie naar ons kijken. Roggebotstaten, vlakbij Dronten. Dronten. Aan het Flevomeer, als het goed is. De route van 16 kilometer. Pas voor het mountainbike. Oh, moeten we oppassen voor de mountainbikers. Hallo. Route van 16 kilometer dus. En we zijn vandaag voor het eerst op GPS aan het lopen. En het werkt eigenlijk best prima. We hadden op Frank wandelt hadden we een... Wat zei je? Maar goed, voordat ik werd onderbroken, letten we wel even de landschaplens pakken, want we hebben hier een heel mooi stuk bos. Spooky bos. Spooky bos. Een soort tunnel door allemaal bomen heen. Best cool. En we hebben net een hert gezien, of een ree. Wat een wit kontje in ieder geval. Een reekontje. Ja. Ja, niet bang zijn. Niet bang zijn. Ja. We zijn dus op GPS aan het lopen. Je kan precies... Hier kun je heel goed zien hoe we dus aan het lopen zijn. Alleen maar rechtdoor. Maar dit is de Gaia app. Dan kan je op zo'n website kan je dus dat GPS file kan je downloaden. En die zet je op je mobiel. Dan kan je gewoon in vliegtuigmodus. Kijk maar, vliegtuigmodus. Kan je gewoon die hele route doen. Dat is ideaal. Wat we vooral heel chill vandaag vinden. Misschien horen jullie het. Komt er net een vliegtuig voorbij. Alet zegt dat ik een beetje staccato praat. Staccato. Staccato als een robot. Ik vind het wel niet overigens, maar... Ja, moet je me terugluisteren, dan weet ik ga het. Ja, ik ga het terugluisteren. Oké. Okay. We zijn er dus achter gekomen dat we eigenlijk een beetje langzaam zijn gelopen. Hebben gelopen. Hoeveel was het gemiddeld? 2,2 kilometer per uur. Komt omdat we natuurlijk echt door alles afgeleid waren. Herten. Bokjes. Reigers. Reigers inderdaad. Meerkoeten. Ja. We proberen mooie foto's te maken, mooie filmpjes. Dus we zijn nu echt op een heel lang stuk. Misschien kan je het een beetje zien. Het is echt... Alleen maar dit. Gaan we even wat tijd proberen in te halen.
kunnen zetten van dichtbij. Maar we moeten hopen dat we hem nog terug kunnen vinden. Oh ja, en ik heb een mooi takje op mijn rug. We hebben weer een hert gevonden. Echt helemaal achteraan. Gewoon heel erg stil zijn, moet er vast wel weer een hert voorbij komen. Okay. We hebben net twee herten gezien, echt in 5 minuten of zo. Dus grote kans. Fingers crossed. Hoe cool! Wat hebben we net gezien? Een olifant. We hebben een wilde vos gezien. Voor het eerst. Het was zo mooi. Ja. Het stond echt op mijn wildlife bucket list. Hij zat te jagen op muisjes, zeg maar, aan de randen hier. Sprong ineens op. Ik denk op veldmuisjes. Zo vet. Nou, het is bijna niet eens meer te zien. Het is het einde van de looproute. Het is echt een super mooie route. Heel veel dieren gezien. Vossen, herten. Konijntjes gehoord. Konijntjes gehoord, kikkertjes buizerd, gehoord. Ooievaars. Reigers. Reigers, witte reigers. Ja, echt prachtig. Maar zoals je ziet, het zonnetje die is al weg. Dus we gaan het voor gezien houden. Doei! Bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog. Doei!